Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Corso TV 2012. Dit keer zijn we te gast bij Geldermalse Meteren en Maurik. Geldermalse Meteren had vorig jaar een moeilijk jaar. Dit jaar komen ze snel en groot uit de startblokken tevoorschijn. Ik zit naast de nieuwe voorzitter van Geldermalse Meteren, Bert van Erkom. Bert, we hebben net een impressie gezien van de Corsowagen. Passion, of ja. De Passion. Compleet nieuwe club opgebouwd in een jaar tijd. Er zijn wel de nodige dingen veranderd. Er is een groep overgekomen van de jeugdwagen naar de grote wagen. En dat is altijd erg lastig. Ja, zeker. Ja, dat is zeker lastig. Het is bij ons eigenlijk nog niet voorgekomen, zover ik dat weet. We hebben een keer een jaar gehad dat 1 of 2 overgingen, maar dit was gelijk een hele groep. Dus dat is wel leuk. En we hebben links en rechts hebben we rondgevraagd wat we als bestuur konden verbeteren aan bouwers. En daar kwam onder meer ook uit dat we wat te zakelijk reageren. Dus dat hebben we wat proberen te veranderen. En het werkt wel. Ja. Dus echt sinds vorig jaar hebben we eigenlijk wel weer een positieve wending daarin. Ja. Toch een grote en bewerkelijke wagen, vond je? Ja, klopt. Ja. Maar ja, moet wel uiteindelijk wel kunnen. Jawel. Ik denk dat het qua plakoppervlakte niet zoveel anders is dan afgelopen jaar. Misschien ietsjes meer, maar niet heel veel meer, denk ik. Ja. Wat kan Geldermalse Meteren nog goed gebruiken? Bouwers zijn nog altijd welkom, dat zeker. En voor de rest, ik denk niet. Het loopt goed. Wat vind je het leukst om te plakken? Alles. Maakt helemaal niet uit wat? Nee. Okay. Ook geen speciaal product? Vind je een appeltje niet beter plakken dan een tomaat? Nee. Zolang er maar lijm op zit. Met welk onderdeel van de wagen ben je bezig om het te beplakken? Hier met het bruine stukje. Het bruine stukje van een steeltje van een grote champignon. Paddenstoel. En hoe lang ben je al bezig met plakken? Vanaf 7 uur. Vanaf 7 uur. En dit zijn de eerste boontjes die worden gelegd? Ja. Heb je al vaker geplakt? Ja. Hoe vaak ben je al aan het plakken geweest? Sinds vorig jaar. Maar ben je nog niet verknipt? Nee, nog niet. Bijna? Nee, nog niet. Wanneer? September zo, tweede weekend van september, dan het vroeg zat. Die gaan nog een paar weekjes door? Ja, daarom ja. Er komen veel haren op de wagen, dus veel korenharen, of niet? Ja, ik weet eigenlijk niet wat er allemaal op komt. Ik heb eigenlijk geen idee. Ik heb gehoord veel korenharen. Oh, dat zou best kunnen. We hebben hier in ieder geval een flink kubieke meter liggen. Om nog te knippen en dan zijn we druk mee bezig. Ja. Dit was het proefpakketje, begreep ik. Is het zo? Ja. Dan gaan we gewoon door. Ja. Er komt nog een ton aan. Er komt nog een ton aan. Dat weet je wel. Wij praten over volumes. Hè. Dat is een kuub of zo. Dat zal nog wel lukken. Maar, ik zou het niet weten, maar het zal niet allemaal coördinaten worden. Denk ik. Het zal wel weer een allegaartje worden van andere producten, denk ik. Zijn ontwerpers altijd goed in hè, om kleurrijk te maken die zaken en dan maar zien wat erop komt. Moet spannend blijven. Wat erop komt, dat is belangrijkste. Moet altijd spannend blijven natuurlijk. Uiteraard. Vindt u een spannende wagen van het jaar? Ja. Zo is eigenlijk wel weer. Hè. Je wint ergens aan en dan misschien wat eruit komt. En dan is het ook wel leuk als de zaak op de weg zit. En het weer mooi weer draait. Daar gaat het eigenlijk om. Nou, over een paar weken weten we het. Precies. We staan hier bij de ontwerpsverbende grote Corsowagen van Geldermalse. En met recht, hij is weer groot van het jaar. Ja, dat klopt. Hij is eigenlijk iets groter dan dat de bedoeling was. Maar goed, ja. Enthousiast begonnen en maar door gaan buigen en buigen. En toen was hij ineens 13 meter. Maar ja. Veel meer volk dan vorig jaar op de been, of niet? Nee, volgens mij is hij net zo groot als vorig jaar. Alleen hij ziet er wat opener uit, omdat hij dus gewoon meer ruimte heeft, zeg maar. Maar wel veel meer bouwers. Ja, gelukkig wel. Ja, dat was al mijn grootste angst. Dat er dus weer minder mensen zouden zijn. En het bestuur heeft er goed achteraan gezeten dit jaar. Ze hebben mensen allemaal persoonlijk opgebeld om te papieren.
En de eerste avond hadden we gelijk 25 plakkers. Dus toen heb ik met open mond bij de deur staan kijken. Daar werd ik wel heel vrolijk van. Inmiddels is de groep wel iets teruggekomen. Maar goed, ja, het is vakantietijd, het is natuurlijk mooi weer geweest. Dus dan, vanavond regent het en het is gelijk een stuk drukker. Dus op zich... Heel enthousiast en leuk aan het werk. Ja, 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 mensen zijn ook enthousiast. Ze zijn ook allemaal gewoon lekker bezig. Iedereen wat hij doen moet. Dus ja, het loopt eigenlijk wel goed. Wat zijn ze aan het maken? Wat zeg je? Wat zijn ze aan het maken? Wat zijn ze aan het maken? Ja, goede vraag. We hebben een man en een vrouw uitgebeeld. En ik ben op het idee gekomen door een plaatje wat ik had gezien met de haren versmolten. Alleen dat was een plaatje waarbij de hoofden bij elkaar zaten. En daardoor konden we dus geen lengte gaan halen. Dus ik heb een andere stand bedacht, zeg maar. En het lijkt een beetje op de lift van Dirty Dancing. Dat is hem niet, maar het komt een beetje overeen. Dus de vrouw ligt op de arm van de man. En de man staat er tot zijn middel op. En de vrouw staat er volledig op. En ze worden met elkaar verbonden door middel van de haren. Dus de haren is het grootste object op deze wagen. De haren vloeien in elkaar over? Ja. Ja. En de titel van de wagen is? Fashion. Ja. Ja. Dit is best wel intieme stand, zeg maar, zoals ze erbij staan. En de vrouw vertrouwt volledig op de man. En dat willen wij uitbeelden. Heel veel haar, heel veel rond materiaal. Dat betekent heel veel plakoppervlakte. Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja, het lijkt inderdaad minder, maar het is inderdaad stiekem wel meer. Maar zolang we dat de mensen niet vertellen, blijven ze gewoon lekker positief en dan komen ze daar vanzelf wel achter. Heb je een idee van kleurgebruik, productgebruik? Ja, we zijn nu begonnen met de basiskleur, zeg maar, voor de vrouw, want ze wordt blond. En daarin ga ik andere kleuren verwerken, dus ze wordt niet helemaal geel. Maar qua basis is dat gewoon het makkelijkst. En dan wil ik daar wel zoveel mogelijk producten in verwerken die dus een harige uitstraling vormen. Dus geen tomaten, geen bloemkool dit jaar, geen broccoli. Ja, toch wel meer koolraren, heel veel. Gerst komt erop. Uien. Pepers. Pepers, ja. Ja, ik weet nou niet zo snel wat ik er nog meer. Ik heb het lijstje wel klaar liggen, maar nog niet precies hoe het allemaal gaat lopen. Maar wel, het is wel de bedoeling dat ik met de vorm mee gaat draaien, zeg maar. Dus niet recht toe, recht aan. Maar met de krullen die erop staan, dat ze daarin mee gaan lopen. En ik heb begrepen dat de tractor ook weer aan het vooraanzicht weg is. Ja, dat klopt. Ja, het was als de boom zeg maar net voor zit, dan zit de tractor eigenlijk bijna op de vrouw. En dat zou heel jammer zijn, want zij moet de blikvanger worden. En daarom hebben we voor gekozen om de trekker erachter te zetten. En eerst was het punt van, gaat dat lukken, kunnen we dat aan? Het is met de cheetah al eerder gedaan bij Geldermalsen, dus op zich wisten ze hoe het werkte. En in principe is het dezelfde opzet als toen. Alleen nu zit er nog een kabel aan waar die mee bestuurd gaat worden. En het is de bedoeling dat dat draadloos gaat worden. Dus dat ook degene die hem bestuurt ook echt om de wagen heen kan, zeg maar. Maar we hebben vorige week proef gereden en ja, het werkt. Dus dat is op zich wel heel fijn. Oh, spectaculair. Ja, het is een keer wat anders weer. En gewoon het aanzicht vind ik het belangrijkste, hoe die aankomt. En omdat die vrouw voorop ligt en de bedoeling is dat dat best wel een mooie vrouw gaat worden, zou het jammer zijn als daar dus een leuke chauffeur voor zit, zeg maar. Dus daarom hebben we daarvoor gekozen. Een gedurfd ontwerp bij Maurik. Een echte alles of niets wagen. Een wagen die ongetwijfeld tot veel discussie zal leiden tijdens het Corso. Maar het is in ieder geval geen traditioneel ontwerp. We staan hier bij Tim van Dulmen, ontwerper van de Corsowagen van Maurik dit jaar. Met de titel van de wagen is Silhouette. Tim legt het ontwerp eens toe. We wilden dit jaar een wagen bouwen die qua oppervlakte minder groot is, maar die toch groot oogt. Dus vandaar dat wij de grote oppervlaktes hebben weggelaten en eigenlijk een netkous gaan nabootsen. En door die netkous vallen er dus ontzettend veel oppervlaktes weg die we dus ook niet gaan plakken. Dus een hele open wagen dit jaar. Een netkous over een geheel mensenlichaam dan, hè? Ja, een geheel lichaam. Dus niet alleen over de benen, maar echt van top tot teen. Het lichaam is helemaal bekleed met een netkous. We staan hier bij de maquette. Dat ziet er heel dicht uit. Zo wordt hij dus straks in het echt niet. Nee. Echt, het lichaam zelf hebben we als mal gebruikt om een maquette te kunnen maken. En dat, ja, met het ijzer is van zichzelf sterk genoeg om daar verder geen constructie of binnenwerk in te hoeven doen. Dus het is echt puur de netkous die je ziet. Nou, dat is wel mooi dat er geen verdere constructie zichtbaar is natuurlijk.
Nou, het enige wat we moeten doen is het lichaam van onderen versteunen door middel van een paar buizen. Maar verder in het lichaam zelf wordt niks verwerkt. Nou bestaat het lichaam dus uit ijzerwerk. Dat lijkt me heel dun om daar grote producten op te bevestigen. Ja, dat klopt. We zitten dus minder wat betreft de productkeuze. Want je hebt producten nodig die qua plakoppervlak niet zoveel oppervlakte nodig hebben. Dus je zit echt met boontjes die maar heel smal zijn om te kunnen plakken. En welke verse producten wil je er toch op kwijt? We willen heel veel met lange producten werken, zoals smalle lange preien en bleekselderij, misschien witlofjes, haricot vert, sperziebonen. En wel een beetje in de trant groen en wit eigenlijk. Gooi naar de vernieuwingsprijs dit jaar? Nou ja, zo zou ik het niet direct willen omschrijven. We willen gewoon graag een grote wagen met een klein clubje bouwen. En vandaar dat we hebben gekeken hoe dat we de grote oppervlaktes eruit kunnen krijgen. En wellicht met een redelijk vernieuwend ontwerp, ja. Nou, heel spannend. Succes. Ja, dankjewel. Zeg maar, vanuit je spellen tot voorzitter. Dat is snel gegaan. Ja. Wat zal ik zeggen? Soms moet je met z'n allen weer er tegenaan gaan. En er zijn wat veranderingen in het bestuur gekomen. En we hebben ook, zeg maar, de twee Wilma's. Die zijn er ook in gekomen. De twee Wilma's. Dat is één Wilma. Wilma 1. En Wilma 2 is denk ik aan te werken op Vrijthof. Oké. Okay. Ja. Dus, en Han is nog de huidige die nog in train zat. En Wim die komt om kwaad te vragen als hij de koeien uit heeft. Okay. Wij zijn allemaal, zo is het, jongen. Wij zijn een dorp. Eens gebeuren, hè? Dus vandaar dat we toch samen de schouders sterk gemaakt hebben. Hun erin en zo probeert het weer opnieuw op te bouwen. En straks op het eind, dan hebben jullie een man of? Nou, wij hopen 20, 25. We zijn nog een beetje aan het lobbyen, dus ik weet niet wanneer dit uitgezonden wordt. Dan kom meteen het is in Maurik te doen. Niet in Tiel, maar in Maurik. Het is in Maurik te doen. Ja, wij zijn klein. Want wij zijn klein en jullie zijn groot in Tiel. Dus de kleintjes moeten geholpen worden. Okay. En je moet op de kleintjes letten. Precies. Dus, toch, hè? Ja. Nou, is het een grote wagen voor een klein dorp? Ja. En we zijn er allemaal trots op. Dat we het zo krijgen. Dat het zo geworden is. Want qua presentatie leek het eigenlijk gewoon een gipspop. En denk je, nou, hè, is dat het? Maar dit is het. Dit wordt het resultaat. Hij zit heerlijk in de vorm. Ja, mooie billen, mooie borsten. Alles zit erop en eraan. Nou, dat moeten we hebben. Dat, zo is dat. Ja. En dan voor een klein dorp? Of niet. Oh. Wat vinden jullie nu de grootste uitdaging van dit ontwerp? Van deze wagen? Dan maar afkrijgen. Ik denk dat iedereen, en dat die groot is, want vorig jaar hadden wij eigenlijk een ontwerp wat al 10 jaar terug gebruik was. En dit is nu het eigen ontwerp helemaal van Tim, wat hij uitgedokterd heeft. En voor Tim is het ook een uitdaging, want normaal heeft hij bij Drumt gezeten. En dan ben je ook misschien tweede keus, eerste keus. En nu mag hij zijn gang gaan hier. Ja. En wij proberen met z'n allen te helpen, want we moeten het toch samen doen. De een is voorzitter, die is penningmeester, maar we moeten toch met z'n allen een ware klaar zien te krijgen. Klopt. Dus. Wat lijkt je het lastigste plakken aan deze wagen? Ik durf het niet te zeggen. Dat merk ik pas als we de uitjes. Heeft iemand een trauma overgehouden? Zeker, de uitjes. Ik ben helemaal klaar met die uitjes. En volgens mij komen er heel veel uitjes op. Ja, volgens mij ook, maar ja. Met frisse moed gaan we er weer aan beginnen. Met staartje naar beneden, hè? Ja. Best wel op deze keer. Nou ja, dan hebben we nog het rondje microfoon. Oh, dus zeg wat je wil zeggen in de camera. Hij is voor jou. Nou. Hallo mensen. Wij willen nog graag mensen hebben die ons komen helpen. Dat wil ik dus even zeggen. Dus kom naar Maurik. Je bent altijd welkom. En de koffie staat klaar. Wil maar één. Ik hoop dat iedereen zijn wagen afkrijgt hoe dat hij in gedachten heeft. Dus succes allemaal de komende tijd. Ja, ik wil ook nog even zeggen dat als er nog sponsors zijn, die zijn ook nog van harte welkom. Onze bankrekening is over het algemeen wel goed bekend. Ja, iedereen succes met het plakken en succes dat het allemaal op tijd af is. Iedereen veel succes. Kijk dan hier dan. Ik hoop alleen iets meer lessen komen hier, maar goed, er zijn er niet veel. Maar we hebben ons best gedaan en we komen nog een heel eind. En die zijn nog steeds welkom.
Nou, is het nu aan mij het laatste woord? Ja, jij bent het. Nou ja, ik weet niet of het geplakt of geknipt wordt, maar ik hoop dat we een gezellige tijd hebben en dat we iets meer mensen erbij krijgen. Maar we zijn alle avonden zijn we hier van 7 tot 9:30, 10 uur. Iedereen is welkom. Ook uit Tiel, Drumt, Geldermalsen. Maakt niet uit, kom naar Mauruk, want daar is het te doen. Proost. Alsjeblieft. Proost. En proost. Tot zover deze aflevering van Corso TV 2012. Tot de volgende keer. Koekje erbij?